Welkom bij deze tutorial van LinCity. Om een nieuwe game te starten, kies je voor New Game. Je krijgt dan een aantal keuzes. Scenario's, een willekeurige stad beginnen. In dit geval kiezen we voor een compleet leeg veld. Je hebt drie soorten bedieningen. Aan de linkerkant, dus linksbovenin, staan alle gebouwen die je kunt maken. Als je erop klikt, schuift er een menu uit en krijg je alle gebouwen te zien. Links onderin vind je de spelbediening. Pauze, spelen, versnellen en de tijd heel snel laten gaan. De knop links onderin is afsluiten. In de informatiebalk onderin vind je de datum van je stad. De omschrijving van wat je op dat moment aan het doen bent. Hiermee kun je in- en uitzoomen, informatie, hoge gebouwen verbergen, statistieken, verschillende soorten kaarten op de minimap laten zien. En onderin staan symbolen waarmee je dingen kunt laten zien op de minimap. Dit kleine kaartje noemen we de minimap. Ook het tabblad map. Daarnaast staan stats, dus de snelle statistieken, je geld en je economie. Om te beginnen hebben we de tijd even stilgezet. We zoomen even uit om het landschap goed te bekijken en om een goede plek te zoeken om te beginnen met bouwen. Eigenlijk waar je begint maakt niet zo heel veel uit. In dit geval kiezen we ervoor om rechts onderin te beginnen. Waar begin je mee? Ten eerste is het erg belangrijk dat je burgers natuurlijk wat te eten hebben. We bouwen dus als eerste een boerderij en natuurlijk een waterput, want we moeten eten en drinken. Beginnen we met de waterput. Als je deze selecteert, krijg je een heel groot vlak waarop het bereik staat van de waterput. Dus het donkere vlak eromheen wordt voorzien van water. We bouwen de waterput. We kiezen nu voor een boerderij. En we bouwen een aantal boerderijen. In dit voorbeeld even 5 stuks. Om de boerderijen te verbinden kun je een pad aanleggen. Je selecteert het. Je laat los en je hebt een pad. Naast eten zijn ze natuurlijk ook een plek nodig om te wonen. Je hebt verschillende typen woningen. Zoals je misschien zult merken zijn in het begin van de game niet alle opties beschikbaar. Daarvoor moet je eerst technologische ontwikkeling doormaken. De eerste drie zijn wel beschikbaar. We kiezen voor de tweede. In dit geval. En we bouwen er een hele riks netjes naast elkaar. We hebben dus nu al woningen en wat te eten. We bouwen weer weggen langs, zodat ze zich kunnen verplaatsen. Ze moeten natuurlijk ook nog ergens kunnen werken en moet ook geld verdiend worden. Daarvoor ben je industrie nodig. We bouwen wat houtskoolfabrieken, zowel communes in de games, 3. Je kunt ook nog een ertsmijn bouwen. Zetten we er ook een van neer. Vervolgens moet je van wat daar geproduceerd wordt ook weer gaan verwerken. Je wilt het immers gaan verkopen. En daarvoor ben je een market nodig. Je kunt niet zonder een market, oftewel markt, in LinCity. We bouwen de markt. Ook dit geeft wij weer het bereikgebied van de markt aan. Je ziet dus dat hier niet alles gedekt is. Om toch een goede dekking te kunnen krijgen,
zou ik dus in principe iets moeten slopen. Dat kan. Je kiest bovenin voor de bulldozer en we zeggen, ik wil dit huizenblok slopen. Het huizenblok is nu weg. Ik kies nu weer voor markt en jawel, ik kan daar mijn markt bouwen. We bouwen ook nog een kleifabriek. Dan gaan we een stukje pad helemaal doortrekken. En dan gaan we tenslotte zorgen dat er technologische ontwikkeling komt door een monument te bouwen. Een monument zorgt voor verlichting, voor nieuwe denkwijzen. Zo'n monument kost wel vrij veel geld en vrij veel tijd om te maken. Maar het is de enige manier om het begin vooruitgang te boeken. Je hebt nu eigenlijk de basisprincipes van de game heb je al voor je. Het doel uiteindelijk is om een duurzame economie te maken. En daarvoor ben je later alle opties nodig. Als we nu kiezen om weer op play te duwen, dan zul je ook zien dat zometeen de dingen gaan werken en dat er ontwikkeling plaats gaat vinden. Je kunt dan ook de verschillende statistieken gaan bekijken, die op dit moment natuurlijk nog leeg zijn. We kiezen in dit geval dus voor play. Zie de datum links onderin gaat lopen. Door kleine animaties geeft het spel aan dingen werken, ja of nee. Soms moet je overal een weg omheen bouwen. Om te zorgen dat iets werkt. Soms moet je ook gewoon een maand wachten voordat dingen gaan werken. Als je informatie over iets wil, klik je er gewoon op. En dan krijg je in de minimap informatie. Er wonen hier dus 14, 15 mensen. Er is water. Er is voedsel. En ze hebben werk. Op deze manier kun je dus eigenlijk vrij simpel een dorp of een stad starten. Ten slotte nog even de statistieken die je dan kunt zien. Als je kiest voor statistieken, krijg je het grote scherm. Er staat hier wat je bevolking is en hoeveel mensen geen huis hebben. Hoeveel geld je hebt, wat je tech level is. Nou, hoeveel mensen zijn gestorven door uithondering, door vervuiling enzovoort. Het onderste gedeelte is gewoon een opsomming van het aantal gebouwen wat je hebt. Je kunt zien dat er 6 woningen zijn, 1 waterput, 1 monument, 90 stukken weg, 2 potteries, 1 market, 1 ore mine en 5 farms, boerderijen. Je kunt ook voor de snelle statistieken kiezen, waarin een aantal dingen wordt weergegeven en je economie, waaruit staat waaruit jouw economie is opgebouwd. Je wint het spel door een sustainable economy te maken. Wat dat wil zeggen dat je een duurzame economie moet maken. Dus zonder vervuiling en dergelijke. En in de map zie je gewoon je landschap en waar jij rechtsonder hebt gebouwd. Tot dusver de snelle aan de slag met Lin City.